Zijn jullie er weer? Nou, leuk. Aflevering 1. Wat een mislukking, hè. Wat een mislukking. Ja, je hebt boeven. Hé, je hebt boeven. Nou, ik denk dat we dit keer te maken hebben met een hele domme boeven. Denken jullie niet? Nou, dit keer gebeurt weer van alles. Want, ik zal jullie een beetje verklaren. Ze krijgen ruzie. Echt, ze krijgen ruzie. Want die Henk, die alles wat maar vier poten of benen heeft, daar komt hij mee aan. En dat wil hij allemaal in die manege hebben. Ja, ik ga niet te veel verklappen, maar het wordt weer leuk. Dus ik zou zeggen, veel plezier. Hele dag voor niks rondgelopen daar. Ja, kan ik het helpen dan? Ja. Met je mislukkingen de hele tijd. Ja, maar er waren geen dieren meer. Die heb je niet verdiend. Daar kan ik toch niks aan doen? Ik wil gewoon een dier hier. Ja, ik ook. Je manege moet gevuld. Maar ja, goed. Er zijn nog wel meer boerderijen. Ja. Dus? Gaan we daar wel bij kijken. Oké. Zo, eens kijken wat Henkie in doen is. Hallo? Henkie? Ja. Hey, Henkie, ja. Ben jij het? Ja, maar je klinkt zo... Ja, ik heb een dier. Je hebt een dier? Ja. Wat? Laat het me zo snel mogelijk zien. Ja. Oké. Ja, zo snel mogelijk hierheen, hè? Ja. Oh, ja, oké. Okay. Ja, is goed. Ik kom er zo mee aan. Oké, okay, ja, tot straks. Yeah, yes. Wat is dat nou weer? Nou, is dat nou een mooie vader of niet? Kijk, ze lachen je uit. Jonge, jongen, en jij noemt je een boef? Oh. Ja, is goed. Nou ja, ik vind eerder dat we eigenlijk zakjes wel moeten. Ik bel jou zo terug. Ja, oké. Okay. Wat doe jij nou hier? Naar paarden kijken, dat zei je toch? Naar paarden kijken? Je staat hier een beetje koffie te drinken. Wel lekker hoor. Ik ga de paard zoeken dan. Henkie! Noem me geen Henkie. Nu! Hup! Toevallig. Nou, dat zou niet blij zijn. Ja, kom eens. Wat is dat nou weer? Een paard. Een paard? Hij is grijs. Ja, maar wat maakt de kleur nou uit? Dat is een opa paard. Henkie, wat moet ik nou met jou? Waarom? Het is toch geen paard?
Tuurlijk wel. Daar kun je niks mee. Ach, tuurlijk wel. Kijk zo lief. Henkie, ik wil een baan! Ja, maar nou is al. Je weet gewoon een paar is. Nou, lijkt er toch op? Ik heb een ezel. Je weet toch hoe een paard uitziet, of niet? Ja, net een ezel. Jij bent een ezel. Dankjewel. Ja. Hoe ziet een paard nou uit? Maar die heeft toch ook vier poten? Groot? Ja, die ezel was ook groot. Ja, voor jou is alles groot. Een paard hinnikt. Ga daar maar eens naar op zoek. En hinnikend paard. Ja, de ezel heeft tegen mij niet gepraat, dus... Hey. Die geven dat wel. Dat je wat vervoer hebt. Ach, met een taxi bestellen. Heb je geld voor? Er wordt geld, moet je eens een paard brengen. Nee, is goed. Nou, Hans. We zouden wel even... Hey, ik bel je zo terug. Ja, hey Hans. Baas. Baas. Goed. Ik heb een paard. Ja. Echt? Oh, ja, wat zie je? Hier, kijk eens. Oh, dat is echt vet. Hè? Kom. Hey, baas. Je kijkt toch wel uit voor je de straat oversteekt. Dit is een... Wauw, wow. Is wel een beetje hard. Ach, mag ik uit. Nee, mee. Oké. Hang nog vast, Henkie. Oh, hey, hey, hey. Zeg dat wel. Oh, dat is al... Hey, kreeg jij een dier? Ik heb al zin in een kop koffie. Ja, zie me straks. Is het alweer afgelopen? Nou, zeg, ik zit net met mijn koekje te eten en ik zit dat allemaal te volgen. Maar het wordt wel steeds spannender, hè. En die ruzie, zal het nou weer goed komen? Ik weet wel, ze willen naar Winterswijk. Dus, als jullie denken van, maar ik wil weten of ze ook, of dat allemaal doorgaat in Winterswijk. Ja, dan zul je toch moeten gaan kijken naar aflevering 3. Maandag, dan gaan we verder. En ja, wie weet wordt het weer één grote mislukking. Maar, het kan ook een keer anders gaan. En dan komen ze met een paard misschien wel. En niet met een ezel. Want wat dom hè, van die ezel. Nou, misschien zien we elkaar maandag weer. Ja, tot maandag.